Ik ben Freddy. Ik woon in Nederland. Ik ben 11 jaar en ik heb een vader en een moeder. En ik woon bij hen. Ik heb broers en zussen. En ik ben ze zijn toen ziek. Ouderen en kinderen worden gedood door hun vrienden en door hun buren en door de regering. En ze hebben nergens om naartoe te gaan, want de huizen worden in de fik gezet. De koeien worden gedood, ze hebben niks te eten. Ze wonen buiten, het regent en ze hebben geen huis. Landen die vrede hebben, die doen er niks aan, ze negeren hun. Het zijn kinderen van mijn leeftijd. Ik heb school en hun hebben geen school. Kinderen worden gedood, ouderen worden gedood, moeders en vader worden gedood. Ze leven in bossen, ze hebben geen huizen. Als het regent, regent het. En als de zon schijnt, verbranden hun. Ze hebben geen eten en ook geen drinken. Sommige kinderen en ouderen gaan dood omdat ze niks hebben te eten. Sommige mensen gaan verstoppen en als ze hen vinden, worden ze gedood, worden ze neergeschoten. Ze hebben geen ziekenhuis om naartoe te gaan. Ze hebben nergens om naartoe te gaan. Ze blijven daar gewoon. Please, Nederland, Europa, Amerika, help hun en de hele wereld. Deze landen in Nederland, Amerika en de rest van de wereld. Ze hebben allemaal te eten en te drinken, maar daar hebben ze helemaal niks. Geen huizen, ze zijn arm, ze hebben geen geld. Kinderen worden gedood, iedereen wordt gedood. 7 miljoen.